De plastic soep in de oceanen, dat is zeer actueel. Maar hebben we ons al eens afgevraagd hoe dat het aan het land is. Ook plastic wordt aan het land kleiner en kleiner. Onder andere bij het maaien in de bermen, hier in de Kwade Wielweg, zie je bijvoorbeeld al heel wat voorbeelden hoe dat plastic gewoon in het milieu komt. Tussen het maaisel blijft het gewoon liggen. Een oplossing zou zijn dat men zeker voor het maaien het plastic opruimt en dan pas de messen erin zet. Ook blikjes ondergaan hetzelfde lot. Dat is natuurlijk ook schadelijk voor de messen van die maaiers. Maar en ik begrijp ook wel dat de diensten niet altijd elke 5 minuten de blikjes gaan oprapen. Maar het zou goed zijn dat we ook kunnen zorgen dat die blikjes niet meer in de natuur terechtkomen. Door onder andere statiegeld in te voeren, gaan mensen 2 keer nadenken. Want wie gaat nu een blikje laten liggen waar die geld voor kan krijgen? Voilà, plastic alom. Maar ook heel veel blikjes. We hebben hier ondertussen op dat uurtje tijd een hele zak blikjes vergaard. Zo, qua de wiel weg, maar ook in de berm liggen nog heel veel vuilnis. Dat is iets voor de mannen van de gemeente, want ik heb mijn tijd nu even gehad hier. Toch wel 1 uur of 2 bezig. Goed. Een efficiënter afvalbeleid is zeer nodig in Niel en overal trouwens.